Stop maar met die jingle jungle. Hij zit nog thuis, de kleine, en hij heeft huisarrest. Ik heb godverdomme heel mijn leven gewerkt om hem naar Nunif te kunnen laten gaan. En dan kiest hij dat strontberoep. Je kunt er de straten mee leggen, man. Ik heb een manifest, awoe, aan de komiek. 1. Alle komieken praten alleen maar over pijpen. Terwijl dat pijpen compleet tegennatuurlijk is. Zien we andere dieren pijpen? Heb dan een keer een pijpend paard gezien? Dat die hengst daar ligt met zijn benen open, die merrie geknield ervoor, die een paardenlul met die poten vasthoudend, die een hengst pijpend, met lange tanden, dat die een hengst zit te twijfelen. Paarden, zijn dat herkauwers? Want dan moet ik 2 keer roepen, slikken bitch. Is zelfs dat te veel gevraagd, dat we elk gat voor de juiste functie gebruiken? Natuurlijk krijgen jullie met de jeugd geen kinders meer, als je mekaar zijn mandel zet te poepen. 2. Komieken zijn Jeannette. Oh, ik zie ze al glunderen hier. De homohaters hiervoor, ja, zeg het dan. De stropridders, de reetkevers, de bruinstuikers, de chocoprinsen. Ik bedoel figuurlijke Jeannette. Want ik heb groot respect voor letterlijke Jeannette. Je zult het maar zijn, hè, man. Telkens als je vrouw poept, dat je die tetten moet wegdenken. Ik heb respect voor de echte Jeannette, want het mag verdomme een keer gedaan zijn. Al die komieken die denken dat ze op Marokkanen en Turken en homo's en bejaarden en debielen en kinderen en vrouwen en andere minderheden moeten zitten kakken. Zo van kijk wat ik allemaal durf zeggen. Kijk wat een taaien dat ik ben. Aan die komieken wil ik zeggen. Op het moment dat je een optreden doet van alleen maar homo's. En je deelt dan allemaal een Viagra-pilletje uit bij de ingang. En daarna gaat het podium op. Je laat je broek zakken tot op je knieën. Je ketent jezelf vast met handboeien aan je polsen en je enkels. Je legt jezelf voorover op een tafel. Op de 2 helften van je kont staan pijlen getekend richting je kakgat. Juist erboven hangt er een groot bord waarop dat in fluoletters welkom flikkert. Je doet het licht uit en je vertelt dan uw kwetsend grapje over homo's. Dan ga ik zeggen, wow, jij zijn een taaien.